De afgelopen twee dagen viel er in Limburg evenveel neerslag als in een volledige maand. De hevige regenval heeft dus ook zijn sporen nagelaten in onze provincie. Zo bereikten vanochtend drie rivieren in Neerpelt, Hasselt en Tongeren het alarmpeil. Maar het gevaar is nog niet helemaal geweken, want ook vanavond worden nog lokale onweersbuien verwacht. Bij dancefestival Home in Genk, dat morgen van start gaat, hopen ze dat het ergste achter de rug is. Hij kan terug lachen, Bjorn Svenne, iets wat twee dagen geleden ondenkbaar was. De organisator van het dancefestival Home in Genk vervloekte toen de weergoden voor de overvloedige regenval. Het is lang geleden dat ik het zo heb laten regenen in Limburg. We hebben 5 jaar festival georganiseerd en nog nooit zoveel regen van ons heer gehad. De mensen die de opbouw deden, die waren eigenlijk gedemotiveerd. Dus het enige wat wij moesten doen, was de mensen motiveren. Maar met motivatie alleen kon hij het festival niet redden. Er waren ook extra maatregelen nodig. We hebben een drietal kranen laten komen. We hebben eigenlijk gezorgd dat ik allemaal sleuven trokken, zodat nu het water eigenlijk voldoende naar de vijver kon. We zitten op een domein eigenlijk waar de vijver eigenlijk centraal ligt. Dus dat is ons grootste sterkte, maar natuurlijk ons grootste nadeel. Het water was weg, toen moesten we zorgen dat alles minder modderig werd. Dus we hebben gezorgd dat er eigenlijk zoveel mogelijk schors wordt aangereden. Dus ze hebben 2 nachten gewoon doorgewerkt met nachtteams, dus 2 shiften. Er zitten ontzettend veel manuren in. En die hebben in totaal 20 opleggers schors eigenlijk verwerkt. Daarnaast werd de opbouwcrew nog uitgebreid van 40 naar 60 werkkrachten. En ook de Limburgse oevers kregen de afgelopen 2 dagen heel wat water te slikken. Zo bevond de Demer hier in Spalbeek bij Hasselt zich tot vanmiddag nog in de alarmfase. Wel, in Limburg is het meeste regen gevallen. Daar is op sommige plaatsen de voorbije 48 uur tot 73 liter water per vierkante meter gevallen. Daardoor zijn de waterpeilen van de waterlopen overal sterk verhoogd. Op sommige plaatsen zijn die waterlopen zelfs buiten de oevers getreden. En dat zou vanavond opnieuw kunnen gebeuren, want er wordt weer regen verwacht. Het droge weer gaat toch zullen plaatsmaken voor een aantal buien die van over Nederland naar onze regio komen opzetten. Het is zelfs mogelijk dat een enkele bui gepaard gaat met onweer, maar tussen de buien zijn ook wel langere droge perioden. Lokaal kan het dus nog stevig gaan onweren, maar de grote hoeveelheid neerslag van de voorbije dagen laten we dus achter ons. Daar zullen vooral de organisatoren en de 12.000 festivalgangers van het Genkse Home Festival blij om zijn.